Vanmorgen gebeurde het weer. Ik doe heel graag boodschappen op de fiets. En vanmorgen kwam ik van de markt met twee fietstassen vol met spullen. Word ik ingehaald door een hoogbejaarde man op een e-bike. En die begon heel hard te bellen omdat hij mij voorbij wilde zoeven. Ik ging in zijn ogen waarschijnlijk niet snel genoeg aan de kant. Ze keek me ook nog eens heel verontwaardigd aan. En ik werd zo kwaad. Ik dacht aan Gerard Reven, die zou gezegd hebben: dood moet die man. Nou ja, dat hoeft voor mij natuurlijk helemaal niet. Maar thuis ging ik toch eens eventjes kijken op internet. En wat vond ik over e-bikes? Een onderzoek uit 2017. 87% van het aantal fatale slachtoffers van ongelukken met e-bikes is 60-plussers. En dat die ongelukken met e-bikes inmiddels dodelijker zijn dan die met een bromfiets. Nou ja, de politie raadt dus e-bikers daarom aan om een helm te dragen. Dat doen ze niet, de meeste althans niet. Ik zal je zeggen, ik overweeg sterk dat ik dan maar een helm op ga zetten.